programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tix.nl. Goedkope vliegtickets. Een grote brand verwoest een deel van een Intercity-trein. 3 passagiers zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Een 16-jarig meisje komt om het leven na een steekpartij in IJsselstein. Een 42-jarige vrouw, mogelijk een familielid, is opgepakt. Eerbraak zou het motief zijn. En voor een aantal Nederlanders is een droom werkelijkheid geworden. Zij mogen zichzelf sinds een paar dagen miljonair noemen. Goedenavond, dit is Hart van Nederland. Een uitslaande brand heeft vanmiddag een treinstel van een Intercity volledig verwoest. De trein was onderweg van Utrecht naar Schiphol toen er ineens brand uitbrak. De 90 inzittenden moesten worden geëvacueerd. 3 jonge mannen van begin 20 uit Nieuwegein zijn aangehouden op verdenking van brandstichting. De trein rijdt ter hoogte van het Utrechtse dorp Loenersloot als de brand uitbreekt. Op een gegeven moment heeft de conducteur een klap gehoord in de trein. En hij zag de trein stil laten zetten door de machinist, die zelf ook al had gezien op zijn eigen systemen dat wat aan de hand was. Daar bleek brand uit te zijn gebroken op een van de balkons van de rijtuigen. De vlammen slaan meteen hoog uit de zijkant van de trein. De gealarmeerde hulpdiensten halen daarom zo snel mogelijk alle passagiers eruit. Als iedereen buiten staat, worden de 3 jongens aangehouden omdat ze zich verdacht gedragen. Vlak voor hun arrestatie laten ze zich nog even filmen terwijl ze met huis aan de billen zijn, zogenaamd van de prins geen kwaadwetend. We lopen al een brand, rubber, dus dat is niet meer te gaan. Op een gegeven moment gingen we opstaan, ik weet wat er aan was. Toen kwam er een medepassagier naar ons toe. En die vertelde dat hij ergens brand was, dat wij waren gaan helpen. Op dat moment liep er door de schuimdeur heen. En dus kwam iedereen onze kant op, dus wij zijn gewoon op dat moment teruggelopen. Hebben de mensen gewoon geholpen om de trein uit te gaan. Volgens geruchten zouden ze vuurwerk hebben gebruikt. Ja, dat gerucht hebben we ook gehoord. De politie onderzoekt de ware toedracht van het incident. En voordat het zover is, kunnen wij daar gewoon geen uitspraak over doen. De trein die zal zo meteen vrijgegeven worden door de brandweer. Dan wordt die afgesleept naar een zeeterrein en daar zal de technische recherche verder onderzoek doen. De passagiers zijn met bussen naar een bestemming gebracht. Het treinverkeer heeft zo'n 3 uur lang stilgelegen. In het Utrechtse IJsselstein is vanmiddag een 16-jarig meisje met messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde in haar ouderlijk huis. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Even na 3 kreeg de politie vanmiddag de melding dat het helemaal mis was in een woning aan het IJsselsteinse Saffierpad. Toen we er aankwamen, troffen we een meisje aan, een 16-jarig meisje, ernstig gewond. Ze trauma heeft nog voor geweest, maar helaas is ze daar ter plekke overleden. In de buurt wordt verslagen en vol ongeloof gereageerd op de steekpartij in het Marokkaanse gezin. Dan schrik je wel even, ja. En dan denk je zo'n trieste afloop weer. Heel slecht begin natuurlijk van een nieuw jaar. Het slachtoffer is zeer waarschijnlijk het meisje op deze foto, Mirjam Abarkan. De foto is 3 jaar geleden genomen toen ze een stoeptegel tegen zinloos geweld legde. In de woning waar haar lichaam lag, is meteen een verdachte opgepakt. We hebben een 42-jarige mevrouw in het huis aan kunnen houden. Die mevrouw komt uit IJsselstein. En die mevrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 16-jarig meisje. Digitale media melden dat het om de moeder van het slachtoffer gaat. Het motief zou eerwraak zijn. Ja, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk, als zo'n ernstig delict plaatsvindt, komen er allerlei geruchten op gang. Dat hebben wij ook gehoord, maar ja, de recherche is druk bezig met het onderzoek, dus op dit moment kan ik dat echt niet bevestigen. We moeten even afwachten. Het is alleen een heel triest begin hier in IJsselstein. 10 maanden geleden hebben we ook wel een moord gehad. En nu 10 maanden verder zijn we en is het weer niet leuk.